dan kunnen we nu eigenlijk officieel van start gaan. Welkom op de webinar Administratie en Communicatie bij Kringwerking, de derde webinar uit een reeks van drie. Deze webinar kadert in een project van het Agentschap Zorg en Gezondheid om de lokale zorgverstrekker beter te betrekken bij zijn eerste lijnzone. De zes partners binnen het project, die een consortium vormen, zijn de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, Vlaamse Vereniging voor Logopedie, Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten, de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen, Ergotherapie Vlaanderen en Belgische Vereniging der Podologen. Het deelnameattest zal enkel kunnen aangevraagd worden op het einde van de webinar. Een link zal dan gedeeld worden via de chat. In vorige webinars hebben we het gehad over zorgverstrekkers motiveren tot kringwerking en welke waarde kringwerking heeft. We hebben inzicht in gekregen in de tweede webinar hoe kwaliteit een plaats kan hebben binnen kringwerking en hoe vorming en intervisie een structuur op zich kan bieden om een kringvergadering te organiseren. Vandaag gaan we op zoek naar praktische oplossingen op administratieve vragen die ook bij kringwerking horen. Dit wordt als eerste onderwerp behandeld. Nadien komen de zes partners aan bod binnen het consortium van het project. Elke partner, elke beroepsvereniging geeft een blik achter de schermen hoe de kringstructuur binnen zijn zorgberoep opgebouwd is en hoe de communicatie vandaag gebeurt tussen de leden en de beroepsvereniging. Het doel is om tips van elkaar te kunnen meenemen. Nu bij de start wensen we heel graag een beeld te krijgen van ons publiek, dus we gaan een eerste poll doen. U kan aanklikken, ben je psycholoog, logopedist, vroedvrouw, ergotherapeut, podoloog of diëtist? Klik aan wie je bent. En de polls stromen binnen. We gaan onze poll afsluiten van zodra die stabiel is. En dat is zo. We gaan afsluiten binnen 3, 2, 1. En wat zien we? Dat logopedisten ruim aanwezig zijn. Gevolgd door diëtisten en dan de ergotherapeuten. Oké, we gaan deze poll afsluiten dus. En we gaan nog één vraagje stellen voor we verder van start gaan. Of je reeds lid bent van een kring. Je kan ja of nee antwoorden, ook al is het een opstartende kring. Of ook alleen is het een administratief netwerk, dan kan je ook ja aanduiden. En wat zien we? De meeste mensen die hier aanwezig zijn, behoren tot... het is zowat de helft, 55% ja en 45% nee. Dan gaan we bij deze de poll afsluiten. Oké, ik ga deze ook eerst zelf verwijderen. Goed, dan zijn we aan onze eerste spreker gekomen. Ulrike is beleidsmedewerker bij de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en is zelf ook klinisch psychologe. VVKP investeert al enkele jaren in de kringwerking en haar taak is om de kringen te coördineren. Ulrike zal ons meenemen in de ervaringen vanuit VVKP en hoe bij hen het administratieve luik bij kringwerking georganiseerd wordt. Oké, Ulrike, aan jou het woord. En je zal eerst even moeten unmuten. Bedankt, Nathalie. Jullie horen mij, ja, goed. Inderdaad, ik ga het hebben over administratie en kringwerking. Je hebt me al heel goed voorgesteld, dus ik ga er niks aan toevoegen. De volgende slide, alsjeblieft. Dus wat bij ons eigenlijk tot de drie, bijna 4 jaar ervaring eigenlijk speelt, is administratie op 2 niveaus te bekijken. Zowel vanuit de kring, wat de administratie van de kring betekent, maar ook de administratie van de beroepsvereniging. En daar ga ik eigenlijk op die twee factoren, op die twee polen ga ik eigenlijk inspelen en een beetje uitleggen hoe dat wij dat hebben aangepakt bij VVKP en waarmee andere mensen, misschien andere kringen, andere beroepsverenigingen mee rekening kunnen of willen houden als ze daarop in willen spelen. De volgende slide, dat is gewoon een kleine samenvatting. Nu, de administratie van de kringen, daarmee ga ik van start. Dat is zeker een belangrijk punt voor alle deelnemers hier. De hoeveelheid van administratie hangt af van verschillende factoren. Enerzijds uiteraard de grootte van de kring. Als dat een kring van 5 leden is of 15 leden, dan valt dat best wel nog mee om een overzicht te krijgen van wie is hier eigenlijk lid. Maar dan gaat het ook al over de gegevens van de mensen. Wie is dat? Welke expertise heeft die mens? In de psychologie heb je zoveel kennis die je kunt opbouwen.
zoveel expertise, dat je dat eigenlijk ook weet van elkaar en dat dat eigenlijk ook heel veel kan betekenen om daar een soort van database, een soort van overzicht te krijgen. En dat wordt uiteraard meer en meer moeilijk hoe groter dat jullie worden. Dus dat is een factor. De lidgelden, dat is zeker iets waar veel kringen al veel ervaring mee hebben. Dat vergt extra administratie, die lidgelden op te vragen, die lidgelden op een juiste manier, op een transparante manier te verdelen en ook uit te leggen voor wat gebruiken we die aan de leden. En ook een verschil tussen lidgeld voor de kring en lidgeld van de beroepsvereniging te maken. Wij hebben dat opgelost met een geïntegreerd lidmaatschap, daar ga ik straks nog op terugkomen. En ook verschillende opties voor lidgelden te geven. Allee, dat is een optie. Hè? Een startende psycholoog of een student krijgt misschien een ander tarief binnen een kring dan een geëtableerd psycholoog of een groepslidmaatschap zijn opties. Dat kan een kring ook overwegen. Dat kan een kring ook meer tijd en administratie kosten om dat allemaal te moeten checken en vol te houden en door te trekken ook en te communiceren. Dus daar moet ook veel rekening mee worden gehouden. Uiteraard zijn lidgelden een mooie manier om inkomsten te hebben. En iedereen begrijpt wel dat dat handig is, maar dat vergt ook administratie. Dan is het ook afhankelijk welke activiteiten de kring heeft. Voor winstbrengende activiteiten zoals trainingen, opleidingen, moet een kring een VZW zijn. Informatie en kennis delen, dat kan altijd eigenlijk. Iedereen heeft een recht om samen te komen en te praten en te zeggen van dit speelt in onze en een mening te hebben daarover ook. En dan hangt het altijd ervan af van de spreker, welke spreker, wat moet de spreker hebben, is dat zelf een zelfstandige en wil die betaald worden, dan moet je ook een WZW zijn of moet je een bepaalde statuut alleszins kunnen hebben. Netwerkmomenten met andere kringen, dat is niet altijd nodig dat je een WZW bent. Dat kun je ook gewoon iemand uitnodigen. Maar dat hangt enorm ervan af. Dat zijn heel veel kleine nuances en dat hangt af van wat de kring ook echt wel nodig heeft, wat de doelen zijn van deze specifieke kring. Maar meestal wat we merken, en daar komen we dan ook op statuut, welk statuut heeft de kring, een WZW of een feitelijke vereniging? Daar ga ik op de volgende slide een beetje uitgebreider op in. Dus ik ga beginnen op de rechterkant. Dat is een beetje niet intuïtief, maar ik ga met de feitelijke vereniging beginnen. Dat is eigenlijk een groepering van mensen die voor een bepaalde context samenkomen. Dat is bij wijze van spreken, dat kan alles zijn. Dat is ook geen rechtspersoon, dus alle beslissingen die met deze groep genomen worden, dat zijn ook alle personen die beslissing hebben genomen in de groep voor aansprakelijk. Dat klinkt nu heel overweldigend misschien, maar dat is meestal geen groot probleem rond, maar daar moet je wel rekening mee houden als je zo'n beslissingen neemt. Je hebt dan wel ook geen boekhouding nodig. Het is wel belangrijk, zeker als je lidgelden hebt of een soort van lidgeld hebt, dat kan ook van de beroepsvereniging mogelijk, dat je daar wel transparant mee omgaat, zodat je veilig bent binnen de kring zelf. Dus dat je oplijst wat zijn onze inkomsten en wat geven we dat uit aan de koekjes, aan de koffie, voor de vergaderingen bijvoorbeeld. Hè. Dat dat gewoon op een lijst staat en die getoond kan worden aan iedereen. Het punt van officiële rechtspersoon betekent ook, naast dat er geen aansprakelijkheid is voor dat de aansprakelijkheid eigenlijk bij elk lid ligt, dat er ook geen deelname mogelijk is aan projecten. Dat zien we vooral in de zorggraden, dat er op heel lokaal niveau mooie projecten op gang komen nu, stilletjes aan. Maar dat feitelijk verenigingen daar niet deel van uit mogen maken, alleen een rechtspersoon. Dus daar botst dan meestal, ontwikkelt een feitelijke vereniging zich graag of af en toe naar een VZW, want die merken gewoon dat dat eigenlijk wel speelt en dat ze daar eigenlijk wel zin in hebben om verder te groeien. Dus wat we merken is dat vele kringen begonnen zijn met een feitelijke vereniging om dat gewoon eens aan te voelen. Hoe begint dat hier? Hoe kunnen we samenwerken? Wat zijn de doelen van binnen de groep?
En dan eigenlijk de stap zetten naar een VZW. Vaak hebben we dan ook al bepaalde takenverdelingen hebben al plaatsgevonden binnen de kring. Wie is de trekker, wie is de voorzitter, zogezegd, wie is de penningmeester, of wie houdt zich bezig met de ledendatabase. Meestal zijn er al dit soort taken opgenomen, zodat ze dan eigenlijk kunnen evolueren naar een VZW. Wat betekent dat? Dat is een officieel rechtspersoon, dus je kunt de aansprakelijkheid dan leggen bij de VZW. En niet op één persoon of de bepaalde personen binnen de groep. Statuten zijn vereist en wat dat betekent is een document dat eigenlijk ondertekend wordt door het bestuur. Je moet ook bestuur, een officiële bestuur uitnodigen, officiële rollen voor deze WZW. En dat is minstens een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Je kunt daar uiteraard ook nog een andere rollen, andere taken aan toevoegen, maar dat moet gebeuren voor een WZW. Je moet ook een jaarlijkse algemene vergadering inlassen met alle leden van uw kring, die dan opgenomen moet worden en doorgestuurd moet worden naar het Centrum voor Documentatie. De boekhouding moet ook jaarlijks afgegeven worden. En zoals ik zeg, een WZW groeit heel vaak uit een feitelijke vereniging in onze ervaring. Dat is niet altijd zo. Sommigen zijn meteen begonnen. Zeker als je een bepaalde grootte hebt, als je bijvoorbeeld al 100 leden hebt, hè, bij wijze van spreken, dan is de stap om een WZW te maken al wat rapper dan als je maar een groep van 10 mensen hebt. En het grote voordeel, naast dat je geen aansprakelijkheid hebt persoonlijk, is ook om aan projecten mee te werken en daar eigenlijk heel flexibel in te spelen op de noden op regionaal vlak. Dat is een beetje een samenvatting van die twee opties. Dankjewel. Dan is het opdelen van taken binnen een kring eigenlijk al... Allee, de VZW-structuur geeft u daar eigenlijk wel al een idee over. Een penningmeester, dus iemand die zich bezighoudt met de financiële taak van of de financiële zaken van een kring. Een secretaris die verslagen en die zorgt dat alles volgens de procedures zijn die de beroepsvereniging ook voorgeeft of die afgesproken zijn binnen de kring. Dat is eigenlijk de taak van een secretaris, een voorzitter. En dan kun je daar altijd nog meer aan toevoegen. Dus ook een feitelijke vereniging kan zogezegd die drie taken hebben. En dat is niet voor niks dat dat noodzakelijk is, want die drie zaken zijn heel belangrijk. Iemand die de financiële dingen in het oog houdt, iemand die de contractuele dingen in het oog houdt en iemand die voorzitterschap heeft. Andere opties die wij ook wel zien passeren bij ons, is dat iemand bezig is met de administratie en de communicatie met de beroepsvereniging. Dat gaat straks nog iets duidelijker worden, maar wij vragen vanuit WWKP ook wel wat documenten die bevestigd moeten worden en dat daar één iemand voor die taak overneemt. Ook de communicatie met de zorgraad, dat is meestal ook al het geval. Daar hebben we uitgebreid al op andere webinars over gepraat. De verantwoordelijkheid voor de nieuwe leden, dus wie, als er iemand bij komt, de inschrijvingen, welke data moeten wij van die persoon hebben, wat houdt het in, en ook aan dat nieuwe lid eigenlijk meegeven van, dit zijn onze regels, daarmee moet je rekening houden, of zo gaan we eigenlijk, zo organiseren we ons binnen de kring. Dat is eigenlijk ook een taak die overgenomen kan worden. En de verantwoordelijkheid voor de database, zo noem ik dat dan, dat klinkt heel chic, maar eigenlijk gewoon een Excel sheet of een manier vinden van hoe je eigenlijk te weten komt wie dat er allemaal in die kring zit, want dat is heel handig om dat gewoon te weten, zoals ik daarnet zei, voor de doorverwijzing, voor expertise, voor kennisverwerving van elkaar ook. En zoals ik al zei in een andere webinar, is het heel belangrijk om ook hier een evenwicht te vinden tussen, de taken die daar moeten gebeuren, de administratieve taken, zijn meestal niet de dingen waar iedereen op staat te wachten om over te nemen, maar dat er eigenlijk gewoon een evenwicht gevonden wordt tussen de dingen die je moet doen en de dingen die je graag doet. Opnieuw, zeker aan de trekkers, de oproep om daar open voor te staan, dat gewoon te delegeren of andere mensen te vragen om dat over te nemen. Ik heb daar ook nog een
ik ging dat eigenlijk als optie voor zakenverdeling doen, maar ik heb het dan onderaan gezet, de opties voor inkomst, zodat je daar eigenlijk ook iemand kan vinden die zich bezighoudt om, om eigenlijk nieuwe dingen te ontwikkelen of nieuwe manieren te vinden om geld te krijgen of inkomsten te krijgen. Dat kan uit de beroepsvereniging. Dat moet besproken worden met de beroepsvereniging. Daar ga ik ook straks een beetje op ingaan. Dat kan ook uit projecten waarvoor je dan een WZW nodig hebt. Dat kan uit lidgelden, maar dat kan ook uit bepaalde trainingen. Als je ziet, oké, we hebben veel leden met interesse in diabetes, ik zeg maar iets voor de podologen, of een bepaalde ziekte of een bepaalde techniek, dat je daar eigenlijk dan een training rond opbouwt en daaruit eigenlijk dan interessante dingen aanbiedt voor leden, maar ook voor mensen die misschien nog geen lid zijn. En zo eigenlijk een dynamisch medewerking creëert. Maar ik heb het daaronder gezet. Je kunt daar één iemand voor hebben die daar eigenlijk een beetje de taak in opneemt. Maar je kunt dat uiteraard ook opsplitsen en eigenlijk een groepsdynamiek van maken. Nu gaan we verder met de administratie van de beroepsvereniging. Ik ga daarvoor eventjes schetsen. We zijn dus al 3 jaar bezig bij VVKP en we hebben al een heleboel geprobeerd. Wij persoonlijk zijn vertrokken om meteen bij de eerste lijnzones, dus bij de leden die we hebben op de eerste lijnzones, dat in te delen en hun te contacteren. Zien jullie dat zitten om een afspraak te maken en een groep te vinden die dat trekt. Dus wij zijn dan eigenlijk, mijn collega, mijn voorgangster, is dan eigenlijk op elk gebied naartoe gegaan en heeft besproken hoe kunnen jullie dat aanpakken. Maar dat kruipt uiteraard, dat neemt heel veel energie en heel veel tijd in beslag. Maar ik denk dat het minimum, de meest betekenisvolle rol die de beroepsvereniging kan opnemen, is eigenlijk het verbindend element van al die contactgegevens, al die contacten die je hebt op het gebied. Dat kan de eerste lijnzone zijn, maar dat kan ook op een Noord-Limburg of heel Limburg of provinciaal niveau. Dat kan ook een beetje, bij ons zien we ook dat sommige kringen, sommige eerste lijnzones samenkomen, 3 à 4 eerste lijnzones voor 1 kring. Dat groeit vanzelf, maar dat is volgens mij toch de meest betekenisvolle rol van de beroepsvereniging. En dan ook voor nieuwe leden, of voor leden in het algemeen, die dan naar de beroepsvereniging stappen, dat die beroepsvereniging weet waar kunnen die naartoe op lokaal niveau, wat zijn de aanspreekpartners daar. Als er een kring is in Antwerpen, dan stuur naar die om daarbij te komen bij die kring en daar contact mee op te bouwen. Die 2 taken lijken me heel belangrijk voor een beroepsvereniging en, en ook een heel belangrijke eerste stap te zetten daarnaartoe. En dan hebben wij bij ons eigenlijk heel rap vraag gestuurd, een bottom-up eigenlijk, een beetje learning by doing, een heleboel andere dingen geprobeerd. Zeker de oprichting van de opstart en zeker ook naar de WZW, daar hebben we bijvoorbeeld statuten doorgestuurd naar kringen die daar zin in hadden, procedures gedeeld van oké, eerst doet je een bankrekening open, daarna moet je de statuten in vergaderingen lassen, de statuten ondertekenen, dat opsturen en zo verder. Dus die procedures gewoon delen, want eigenlijk is dat 1 keer gedaan en die kennis die dan de beroepsvereniging heeft, die daar misschien mee geholpen heeft, die kan ze meteen delen aan een heleboel andere kringen. En we hebben ook bij de oprichting geholpen door de gegevens in te dienen bij de griffie. Dat hebben we ook op ons opgenomen bij WWKP. We hebben ook een budget voorzien voor de kringen. Dat is geëvolueerd van een oprichtingsbudget in het begin. En nu zijn we eigenlijk meer naar een werkingsbudget gegaan. Dus het oprichtingsbudget was concreet om in te investeren van jullie krijgen dat geld voor al die administratieve dingen, om mensen bij elkaar te kunnen krijgen, echt de eerste stap te kunnen zetten. Maar we zijn eigenlijk al wat verder aan het gaan en hebben nu een werkingsbudget. En dat is gebaseerd op een deel van ons lidmaatschap van de beroepsvereniging. Dus wat we besloten hebben dit jaar, is om eigenlijk elk lid dat WWKP-lid is in te delen in een kring. Dus iedereen die een lid van WWKP is, is ook automatisch lid van een kring. Dat is een geïntegreerd lidmaatschap daaronder.
Waardoor wij ook hebben gezegd van, we nemen een bepaald budget van een lidmaatschap en geven dat gewoon aan de kring om hun lokaal te ondersteunen en hun dit werkingsbudget eigenlijk vrij te maken voor hun. Dat was onze keuze. We hebben ook een budget voor evenementen, of laten we zeggen voor vergaderingen, met de kringvoorzitters. Dan als derde stap hebben we ook steun door bepaalde documenten en praktische dingen te delen. Aanwezigheidslijsten, we hebben een logo opgemaakt, een communicatie, in het algemeen newsletters, Facebookgroepen, die dat, gewoon om dat op te stellen, die administratie en dat vol te houden en blijven een doorstroom van informatie te hebben, dat vergt ook wel administratie. Niet veel, maar dat moet gebeuren. Ook de communicatie onder de kringen faciliteren, dat is de stap van de Facebookgroep geweest. En door gewoon informatie te delen wie waar is, is daar veel vanzelf al ontwikkeld. Daar moesten we eigenlijk niet zoveel voor doen, maar hier en daar gebeurt dat nog wel. We hebben ook reclame gemaakt voor de kringen. Ik heb dat zo reclame genoemd. Naar de leden toe, wat er allemaal speelt, lokaal, om gewoon te zeggen van we staan erachter, de kringen doen daar heel veel op lokaal niveau, bekijk dat eens. Niemand is gedwongen om daar naartoe te gaan. Wij delen iedereen in, maar niemand wordt gedwongen om naar de kringvergadering te gaan. Maar zo proberen we de kringen te ondersteunen administratief. Betekent dat wel ook voor hun dat wij hun vragen om de ledenlijsten te corrigeren of te bevestigen. Dus elke keer dat er iemand... Dus we delen iedereen in die we hebben, maar elke keer dat er iemand nieuws bij komt, moet hij dus ook wel toegevoegd worden bij de kring. Dus dat vergt wel een beetje heen en weer, maar dat doen we 3-4 keer per jaar, om de 3 maanden. We zijn daar ook wel nog aan het zoeken, of ja, dat aan het uitproberen als het eerste keer, de eerste jaar dat we dat doen. Ja, en zeker ook evenementen doorsturen. Het werk dat de kringen doen, naar voren proberen brengen, dat is een beetje de bedoeling en de rol ook voor ons. We zitten al een beetje verder, dus daar is al veel inhoudelijk aan het gebeuren, maar je mocht ook niet uit het oog verliezen dat iets ja, minder ontwikkelde kringen ook wel wat steun te geven. Dus eigenlijk gebeurt de opstart, de inhoudelijke dingen, dat gebeurt allemaal tegelijk. We hebben kringen die wat minder ver zitten, we hebben kringen die al heel ver zitten. En dat vergt ook wel een heleboel aan kennis die een beroepsvereniging moet opbouwen en daar ook een beetje uit moet leren. Maar dat is heel bottom-up bij ons gebeurd. Dit is gewoon een beetje om te tonen wat er mogelijk is, of wat wij hebben geprobeerd. En waar zowel de kringen als de beroepsvereniging mee kunnen beginnen van hoe kunnen we dat misschien implementeren? Of wat zou ons eigenlijk steunen en wat zou eigenlijk meer werk kosten dan steun zijn? Ik denk dat het dat is. Zo. En nu, als jullie nog vragen hebben achteraf, opmerkingen, staat hier ook nog mijn contactgegevens, zodat jullie dat kunnen stellen. Ja, dank u Ulrike voor al deze tips. Marlijn had een vraag en in plaats van dat ik die zelf voorlees, zou ik anders zeggen, Marlijn, unmute jezelf en stel de vraag maar gerust. Ja, ik vind jullie eigenlijk bijzonder moedig dat je elke kring een VZW, allee, als ik zie, wij zijn van een vertrouwenorganisatie, we zijn ook een VZW, maar ik vind dat op zich al een hele klus. Die statuten die moeten ook gepubliceerd worden, dat kost ook geld. Ja, als wij onze 18 kringen telkens een VZW zouden maken, ja, dat zou voor de mensen zelf veel meer tijd kosten nog en eigenlijk ook met meer geld, moeilijker toch om te veranderen van voorzitter. Ik vraag mij af, wat haal je daaruit? Wat is de meerwaarde van elk van die kringen een VZW te maken? Misschien was dat niet helemaal duidelijk. Dat niet elke kring een VZW is. We laten dat gewoon over aan de kring om dat te beslissen. Als de kring dat heel nodig vindt, dan staan we open om hen daarin te steunen. En dan is dat echt wel de beslissing van de kring. We hebben een helft-helft verhouding. Dus 25 kringen zijn VZW's en 23, 22 zijn feitelijke verenigingen.
uitnodigingen. Dus we zitten... Allee, dus daar zit daar veel werk aan, absoluut. Maar wat we wel merken, is dat veel werk eigenlijk hetzelfde is voor elke kring. Dus als je dat een beetje deelt met iedereen, wordt dat een pak minder. Dus we hebben een Dropbox opgesteld, bijvoorbeeld, waar al die documenten, dat komt straks ook nog bij de communicatie van toepassing, waar al die documenten mee gedeeld worden. En dat creëert ook wel een idee van, zo onhaalbaar is het niet. Maar het is uiteraard veel werk. Allee, ik wil daar zeker de kringen heel veel lof in geven, hoe dat ze dat doen. Daar ook veel zelf initiatieven nemen om de BZW een kans te geven. En dan dat volhouden. Dat is absoluut niet te onderschatten. Maar taken verdelen, opnieuw een van de meest belangrijke dingen om niet... alles op één persoon te hebben, maar opnieuw meer te splitsen. En zeker de WZW-structuur van penningmeester, secretaris en voorzitter, dat dat een beetje nog meer mogelijk is. Dat moet niet alleen die drie, dat kan nog altijd meer. Heeft dat een beetje uw vraag beantwoord, Marlene? Ja, zeker wel. Allee, als ik dat zou bij ons introduceren, dat zou heel veel weerstand geven, omdat ik voel dat onze kringen, wij zijn sinds 2010 gestart, dat dat toch wel een hele klus is, om maar gewoon locaties zoeken, mensen samenbrengen, agenda, verslag, zorgen voor wat catering. En allee, ja, ik ben al heel blij dat ze dat doen en dat draait ook wel. Maar allee, ja, voor zoals wij het zouden zien, denk ik dat dat een enorme belasting is. Wij zijn continu op zoek, en we hebben daar ook, ik ga daar straks nog iets over zeggen, zaken gevonden om juist die... belasting van de administratie van de kringen weg te nemen. En zo VZW, ja, ik merk dat zelf, want ik ben ook zelf heel erg betrokken in de oprichting van onze VZW en het verder bestendigen van de VZW. En ik vind dat dat pittig is. En je moet je moet het staatsblad, en dat kost geld ook. Ja, als er iemand weggaat en er komt iemand nieuw, dan moet dat eigenlijk terugbetaald worden. Dus ik vind dat eigenlijk toch wel... heel veel energie. Allee, ja, ik bewonder jullie daarvoor. Hè. En ook wel zo'n beetje de schrik, denk ik, als je zo'n VZW hebt, zit dan nog genoeg onder de vleugels, want die kunnen eigenlijk een eigen traject gaan lopen. Niet? Zit dan nog genoeg onder de vleugels van de organisatie dan? Ik denk dat die vraag mooi aansluit bij de vraag van Pierre, die ook vraagt of dat de kringen en feitelijke verenigingen niet onder de koepel van VVKP kan. Ik ben eventjes de vraag van Pierre aan het bekijken. Ja, of Pierre, je mag wel even toelichten als je dat wil. Ja, ik zal dat heel kort toelichten. De vraag is eigenlijk waarom jullie... Het gaat hem vooral over die feitelijke verenigingen. Waarom die niet onder de koepel van de beroepsvereniging gestoken worden? Dan zijn zij eigenlijk een werkgroep of een antenne van de beroepsvereniging en hebben zij dezelfde mogelijkheden binnen de zorgzones als de VZW's, want ze maken deel uit van een overkoepelend VZW. Mm-hmm. Is dat een mogelijkheid? Is dat iets dat jullie al bekeken hebben? Eigenlijk is dat zo. Alle kringen bestaan op zichzelf. We proberen daar ook een evenwicht in te vinden, dat wij daar niet dirigerend zijn, maar dat ze ook nog wel hun eigen vrijheden krijgen, maar dat we ook wel kunnen steunen waar nodig. Of waar, ja, zeker met de administratie is dat zeker geen slecht idee om daar verbindingen ook te maken die het gemakkelijker maken. Maar de feitelijke verenigingen net bestaan onder onze koepel en de VZW's, en dat is dan de vraag van van Marlene daarnet, dat eigenlijk niet meer onder onze... Ja, dat eigenlijk een mini-beroepsvereniging wordt. Daar hebben we het ook al gehad over de eerste webinar. Dat is een risico, dat die gewoon hun eigen werking doortrekken of dat er eigenlijk een eigen evolutie in ontstaat. Je kunt daarvoor schrikken, maar je kunt daar ook gewoon een gesprek mee gaan en proberen te onderzoeken hoe dat het wel verder kan of hoe dat we wel kunnen steunen als ze ons niet nodig hebben. Helemaal niet nodig hebben, zal me helemaal verrassen, want de administratieve punten bij de oprichting zijn nog alleszins heel handig. Als ze dan evolueren naar heel onafhankelijke kringen,
Dan gaan we wel nog eens moeten bekijken. Momenteel is dat nog niet heel vaak zo. We hebben wel kringen die heel stevig in hun schoenen staan en heel goed weten waarmee ze bezig zijn. En toch blij zijn omdat ze horen, ah ja, we hebben 3 nieuwe leden, dat is fijn. Of we hebben hier nieuwe VVKP-leden die bij ons bijkomen, dat is ook heel fijn. Het blijft altijd een evenwicht zoeken. Dat is absoluut de boodschap die wij ook willen meegeven aan de beroepsverenigingen en aan de kringen. En daarom ook dat we zeggen, we verplichten niemand om een VZW te doen. Als dat hun beslissing is, dan staan we daarachter. Maar dan is dat hun beslissing. En we zijn dan ook niet in de statuten of zoiets. Hè. Dat is, we zeggen wel dat de leden die bestuur zijn van de kring, dat wel WWKP-leden moeten zijn, omdat wij daar ook een langetermijnvisie over hebben. Maar voor hun statuten staan we anders niet erachter. Is dat een beetje uitleg? Of heb ik de antwoord gegeven op jullie vragen? Ja, ik denk dat we sowieso moeten we overgaan naar ons volgende onderwerp of we gaan over onze tijd. Er zijn 2 vragen in de chat binnengekomen en het toeval wil net dat dit van diëtisten is. Dus ik heb jullie vraag genoteerd en ik heb ook heel toevallig jullie contactgegevens. Dus ik ga ervoor zorgen dat jullie zeker antwoord krijgen op jullie vraag. Nu, ik ga eventjes door. Ik heb nog 1 poll. Misschien dat jullie nog bepaalde vragen hebben of nog bepaalde informatie hebben over aansprakelijkheidsverzekering of financiering van kringwerking enzovoort. De poll komt er dadelijk aan. Als we merken dat er rond bepaalde thema's toch echt nog heel veel vragen komen, dan kunnen wij daar achteraf ook nog op inspelen en die antwoorden via de secretariaten bezorgen. Dus we gaan iedereen even de tijd laten geven om te lezen wat die topics zijn. Aansprakelijkheidsverzekering, financiering van de kringwerking, sponsoring van kringwerking, ICT-toepassingen, ondersteuning van de beroepsvereniging naar de kringwerking toe. En anderen via chat kunnen we eventueel ook nog verder aanvullen. Kunnen we nadien zeker ook nog proberen een antwoord op te bieden. Ik ga de poll laten afsluiten binnen 3, 2, 1. En dan mag Jolien de poll sluiten. Zo, en dan gaan wij door naar ons volgende punt. En dat is communicatie. Nu, met dit onderwerp willen we eigenlijk voornamelijk een inzicht krijgen hoe kringwerking georganiseerd is bij de andere zorgberoepen. Elke beroepsvereniging binnen het consortium zal aan bod komen om hun huidige werking toe te lichten en of hun toekomstvisie te delen. We volgen de volgorde zoals de logo's onderaan staan bij onze presentatie. En wij gaan dus beginnen met VVKP, dus Ulrike mag terug aan het woord. Voilà. Oké, Ulrike. Ja, bedankt. Langs de ene kant misschien wel handig, dan kan ik hier meteen terug naar de dingen die ik daarnet al zo'n beetje heb benoemd. Dus we zijn in 2017 begonnen met kringen op te starten in heel Vlaanderen. En ondertussen zitten we met meer dan 42 kringen en meer dan 55 eerste lijnzones. ELZ is eerste lijnzone. En eigenlijk hebben we verschillende manieren van communicatie geprobeerd met de kringen. Ik denk dat dat wel belangrijk is voor ons te communiceren over de kringen. Dus hun een plaats te geven op de website. We hebben een heel dynamische, schone map die je ook van achter kunt zien. Op onze website waar mensen kunnen zoeken van ah, tja, ik woon hier of ik werk hier, welke kring hoort daarbij en dan kan elke kring ook zelf bepalen welke inhoud op hun website komt, op hun gedeelte van onze website komt. We kunnen ook doorverwijzen naar hun website als ze al een heel uitgebreide website zelf hebben. Indien niet, kunnen ze daar ook wel veel input zetten. Wat wel daarop moet, is een contactpersoon, zodat mensen heel makkelijk gewoon erop kunnen klikken en dan contact met hun lokaal kunnen opnemen. Dat zijn trouwens niet alleen psychologen, maar ook andere doorverwijzers die dan, of mensen, andere kringen die daar interesse aan hebben om daar te weten te komen. Dus we doen dat zeker ook om de kringen een beetje de kans te geven om netwerk in hun netwerk te kunnen bouwen. We geven ook de evenementen die kringen organiseren in plaats, sturen dat door naar ons en we zetten dat op onze VVKP-agenda.
en in de WWKP-newsletter. Dus dan zijn iedereen, is iedereen ook op de hoogte van de lokale gebeurtenissen. Dan, op de volgende slide, ja, gaat het ook over de communicatie met de kringen. Meest belangrijk is vooral de tweejaarlijkse vergadering met de kringvoorzitters. Dat is eigenlijk wel heel handig om dan heel grote punten te kunnen bespreken. We nodigen hen uit op ons kantoor in Brussel. We zullen zien hoe we dat nog gaan doen in de toekomst, maar dat was de bedoeling al sinds. We hebben ook de kringverantwoordelijke binnen WWKP, dus dat ben ik nu, dat was daarvoor een collega van mij. En ook door de Dropbox die we al hebben opgesteld, krijgen we ook wel wat communicatie, zogezegd, door documenten die erop worden gezet van mij, of een basale communicatie, laat ons zo zeggen. We hebben uiteraard ook e-mails. En we hebben ook een nieuwsbrief, specifiek voor de kringvoorzitters. Daar worden ook heel veel administratieve dingen, herinneringen, zo meegenomen. En dat is gewoon om hun ook te laten weten van, ja, dat speelt bij WWKP, dat speelt bij andere kringen. Dat om de communicatie met de kringen een beetje bij te houden, op verschillende manieren ook proberen. Dan is er ook nog communicatie onderling. Ook daar de Dropbox als optie om documenten op te zetten. Dat is niet de bedoeling dat ze daar uiteraard alles op zetten van hun eigen werking, maar dat ze wel interessante documenten die afgesproken zijn, dat ze daarop kunnen zetten, dat ook wel gebeurt en iedereen daar toegang op heeft. En we waren eigenlijk op zoek naar een manier om die communicatie onderling een beetje te versterken. En hebben nu momenteel de Facebookgroep voor kringvoorzitters opgestart. Oh ja, zo zijn we daarmee bezig. Dat is momenteel nog. Dat lukt vrij goed om er ervaringen rap uit te wisselen, evenementen te delen, documenten te delen. Dat is momenteel onze oplossing daarvoor. En wij zijn de administrator, dus wij kunnen alles bekijken van deze Facebookgroep en zijn altijd mee met hun laatste ontwikkelingen. Voilà. Ik zal vanuit ja. Je mag gerust onmiddellijk toenemen, geen probleem. Ik zal vanuit VVL toelichting geven. VVL, Vlaamse Vereniging voor Logopedisten. Wij vertegenwoordigen 2400 betalende leden en 340 aspirantleden. En zijn de enige beroepsvereniging in Vlaanderen, maar er zijn in heel België toch wel meer dan 8000 logopedisten. Dus dat wil zeggen, de helft in Vlaanderen, daarvan iets meer dan de helft die lid zijn. Dus wij bereiken ook niet iedereen. VVL heeft tot hiertoe geen echte kringwerking, zoals die uitgestippeld werd voor de eerste lijnzones. Dat is nieuw voor ons. Wat wij wel al jaren hebben, dat zijn onze provinciale kringen, die eigenlijk van bovenuit, vanuit VVL zelf georganiseerd worden. Daar waar de kringwerking een beetje verwacht wordt, dat vanuit de bottom-up gaan, vanuit de leden, vanuit logopedisten in de eerste lijnzones zelf. Onze provinciale kringen die worden twee keer, soms drie keer, soms één keer per jaar samengeroepen door VVL. En wij kunnen die, als dat nodig is, op heel korte termijn, als er veranderingen zijn, bijvoorbeeld in nomenclatuur of in de organisatie van de zorg. Ik denk bijvoorbeeld aan het M-decreet dat een aantal jaar toch wel wat veranderingen met zich meegebracht heeft voor logopedisten, maar ook nomenclatuur die verandert. Dan kunnen wij heel snel die kringen samenroepen. Wij proberen dan niet alleen over wetgeving te hebben, maar we proberen dan meestal ook een inhoudelijk thema daar nog bij te betrekken. Dus dat gaat vooral over informeren van boven naar beneden toe. Maar logopedisten doen uit zichzelf ook nog wel heel wat andere dingen. Dan mag ik de volgende slide, alstublieft. Heel veel logopedisten organiseren zich op eigen initiatief of op initiatief van derden. Ik denk bijvoorbeeld zich organiseert voor logopedisten bijvoorbeeld supervisiegroepen of intervisiegroepen. Maar er zijn ook logopedisten die onder elkaar supervisiegroepen en intervisiegroepen organiseren. Of men organiseert intercollegiaal overleg binnen de eigen multidisciplinaire praktijk of tussen verschillende praktijken. Meestal is het wel zo dat logopedisten zich organiseren op basis
dan gemeenschappelijke interesses. En dat gaat dan ook veel ruimer dan de eigenlijke eerste lijnzones. Dus die organisatie verloopt over de regio's en over de eerste lijnzones. Wat is VVL van plan? Dus momenteel is het zo dat wij vooral aan het exploreren zijn wat de noden zijn en hoe wij ons daar een stukje kunnen in organiseren om een service te bieden naar de leden toe. Dus momenteel is het zo dat wij vooral ondersteunen door op de moment te informeren over wat is een eerste lijnzone. En dat doen we via de nieuwsbrieven en nu via de webinars. Via die webinars leren wij als organisatie ook zelf heel veel. En proberen wij toch wel, vooral via de nieuwsbrieven, de kringwerking actief te gaan promoten. In de toekomst willen wij heel graag die kringwerking in haar down-to-proces toch ook gaan ondersteunen. En wij denken hierbij in de eerste plaats aan het opstarten van, of het opstellen van richtlijnen voor hoe moet ik een kring eventueel opstarten, eventueel zien ook of dat we kunnen ondersteunen in administratie een stuk. En we bekijken ook de mogelijkheid om eventueel opleiding voor zo'n kringbegeleider, om daar wat opleiding te voorzien of om die te coachen, om eventueel ook op het jaarlijks congres mensen een forum te geven en plaats te voorzien om met elkaar in contact te komen enzovoort. Dus bij ons staat dat in de echte kringwerking, zoals gestipuleerd in de eerste lijnzones, dat staat in zijn kinderschoenen, maar het is wel de bedoeling om daar, we zijn daar al over bezig, maar om daar naar de leden toe een stukje in te gaan ondersteunen. Oké, dank u Marleen. Ik ga het luikje voor de beroepsvereniging van diëtisten opnemen. Ik ben Nathalie de Jonge, kunnen jullie ook op het schermpje zien. Ik ga even eerst even wat de structuur bij ons toelichten. Hoe dat bij ons de kringwerking opgestart is. Welke communicatie wij hanteren. En als laatste is er ook een overzicht van de kringverantwoordelijken. Ik ga deze niet met jullie allemaal delen, maar het doel is van deze contactgegevens. Als andere beroepsgroepen willen contact leggen met de kringverantwoordelijken, dan hebben jullie hier al toch een eerste aanzet bij de e-mailadressen. Goed, nu binnen de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten zijn er momenteel provinciale werkgroepen. Er zijn ook commissies, een soort van werkgroepen eigenlijk die rond bepaalde thema's werken. U kan ze hier ook allemaal zien. Maar op zich, kringwerking, dat was er nog niet binnen de diëtisten. En wij zijn daar eigenlijk mee gestart samen met de hervorming van de eerste lijn, waar dat men echt ook opriep om zoveel mogelijk aan kringwerking te doen. Er waren wel al lokale initiatieven. Nu op het moment kunnen we stellen dat er in 33 eerste lijnzones diëtistenkringen opgericht zijn of waar dat men probeert kringen op te richten. Dus hoe hebben wij dat eigenlijk aangepakt? Wij hebben een tracker gezocht. Wij hebben dat via verschillende kanalen proberen doen, via onze nieuwsbrief, via tijdschrift, infosessies, de plaats van de diëtist binnen de eerste lijnzone hebben we op provinciale vergaderingen toegelicht. We hebben persoonlijk mensen opgezocht via het element die misschien in de stuurgroep zaten en die we dan persoonlijk benaderd hebben en gevraagd hebben, zou je het misschien zien zitten om een diëtistenkring op te richten? De trekkers zijn dan eigenlijk ja, een stuk kringverantwoordelijken hebben we die dan bestempeld. Zij hebben gebruik gemaakt van lijsten van LMN, van Cel of via Google Sociale Kaart of onze eigen zoekfunctie op onze website. Om zo collega's te vinden en proberen warm te maken om zich aansluiten bij de kring. Wat zien we? De kringleden, hoe staan die met elkaar in contact? Dat hangt eigenlijk een beetje vanaf waar de kringverantwoordelijke zich ook vooral het meest comfortabel bij voelt. Is dat WhatsApp? Is dat Facebook? Gaat de communicatie via e-mail? Het is niet dat wij daar concrete richtlijnen rond geven. Dat is wat de kring op zich het gemakkelijkste vindt of hoe dan zij ondervinden. Zo kunnen we echt met elkaar het gemakkelijkste communiceren. Hoe wij vanuit onze vereniging met de kringen in contact proberen te blijven. Dat is via de projectmedewerker wie dat ik zelf ben, probeer ik
Als er vragen zijn, daar zo goed mogelijk op in te spelen of antwoorden proberen te zoeken. Sommige opstartende kringen proberen we wat te ondersteunen en mee te zoeken naar, leden of oproepen lanceren per eerste lijnzone. We proberen verschillende zaken. Ook via de nieuwsbrieven blijven we stimuleren om kringwerking te motiveren. Ook via tijdschrift proberen we terug nog altijd uitleg te geven over de hervorming en waar de diëtist zich in de eerste lijnzone bevindt. We hebben gepland om in december 2 provinciale vergaderingen te lanceren, waar dat we ook willen de kringverantwoordelijken met elkaar in contact laten brengen, zodanig dat zij van elkaar kunnen leren, tips, tricks, verzuchtingen, dat zij ook kunnen steun vinden bij elkaar. Maar ook natuurlijk de positieve verhalen en hoe dat wij daar kunnen tips uithalen. We hebben ook infosessies gegeven op onze diëtistenbeurs, de plaats van de diëtist in de eerste lijnzone. En ook op de website van VBVD kan men eigenlijk de informatie die we tot hiertoe hebben en de info van de kringverantwoordelijken, die is daar te vinden. Nu hebben we eigenlijk een overzichtje per provincie. Als er collega's zijn die zich willen aansluiten of er zijn andere zorgberoepen, die een kring zoeken, een diëtistenkring zoeken, die kunnen dan via de slides die na deze webinar zullen verdeeld worden, kunnen in terugvinden. Dank u. Goed, ik ga verder met de vroedvrouwen. De vroedvrouwen hebben eigenlijk sinds 2010 reeds een kringwerking. Nu, we hebben 18 vroedvrouwenkringen die telkens geconnecteerd zijn met een aantal eerste lijnzones. Nu, sinds 2016 heeft de minister toch wel heel wat verandering gebracht in die eerste lijn, omdat alle vrouwen na een paar dagen naar huis moesten, dus we moesten ons sterker gaan organiseren. En dat heeft eigenlijk ook, ja, waar ik vorige keer ook over gesproken heb, Hans, het kwaliteitskader geprikkeld. En we hebben ook die kringwerking een stukje verplicht om inderdaad het kwaliteitslogo te kunnen dragen of op uw website te zetten. Nu, al onze kringen werken ook als vrijwilligers. Ja? Dus het contact tussen de kringleden, dat gebeurt meestal via WhatsApp. Ik heb ondervonden zelf hoe interessant dit is in het kader van COVID. Het delen van beschermend materiaal was daar heel belangrijk. Ik zie ook dat WhatsApp gebruikt wordt als er een zorgvraag is en niet degene, dat de persoon die de zorgvraag krijgt daar niet direct op kan inspelen. Dus daar is eigenlijk ook een grote solidariteit. Maar ook via mail wordt daar uiteraard zaken doorgestuurd. Hoe dat wij gaan communiceren met de kringen, dus de communicatie tussen de kringen en de beroepsvereniging. Nu, we hebben een paar keer per jaar, het mag de volgende slide zijn, Nathalie. We noemen dat de koepelkring, dus ja, nu is het nog niet zo dikwijls geweest, nog maar 1 keer, dat is door de corona. Maar we zijn nu volop ook aan het zoeken naar al die telemogelijkheden. Hier worden gezamenlijke bezorgdheden besproken, flink uitgewisseld. Dat is altijd een heel gezellig gebeuren. Nu, wat wij ook wel doen, is een intranet dat sinds 5 mei gelanceerd is. En via dat intranet kunnen de kringen tijdens de kringen op die moment hun verslagen opladen, zodanig dat ook degenen die niet aanwezig zijn, dat die in hun account het verslag krijgen. En kunnen zij ook de aanwezigheden aanduiden. Want bijvoorbeeld binnen het kwaliteitslabel vragen wij 2 keer per jaar een aanwezigheid. En dat is als moeilijk eigenlijk. Is zoals ik daar juist al zei, we proberen de kring verantwoordelijke te ontlasten. En op die manier gaan wij... zij zetten dan aanwezig, niet aanwezig. En onze secretaresse kan dan bijhouden op het einde van het jaar of dat er voldoende aanwezigheden waren om inderdaad het logo te behouden. Dus dat intranet zorgt ook voor een portfolio, voor bijscholingen en zo. Dus op die manier wordt dat toch wel een stuk ontlasting van degene die de kring leiden. Want we willen dat u mocht de volgende slide laten zien. We hebben eigenlijk heel wat enthousiaste vroedvrouwen. Dit is tijdens zo'n koepelkringvergadering die eigenlijk volledig vrijwillig die kringen leiden. En we waarderen dat bijzonder. Die kunnen bergen verzetten.
En vandaar willen we toch echt wel ook zoeken dat we die administratie toch een stukje kunnen uit handen nemen. Ja, de toekomst van de kringen. We willen de kwaliteitszorg, mag de volgende slide zijn. De kwaliteitszorg willen we verder uitdiepen. Daar is echt een gans kader rondgezet en dat begint toch echt wel zijn werk te doen. Vrouwen moeten hun eigen zorg continu in vraag stellen en wij ondersteunen ze met dat kader. En de verantwoordelijken om die te stimuleren, want die worden niet betaald. We hebben daar geen financiële ondersteuning. We zijn al een paar keer naar zorg en gezondheid geweest met de vraag om die kringen. Ze zijn heel enthousiast over die kringen, maar daar komen geen euro's over de brug. We blijven dat vragen. Dus als wij dan zeggen vanuit de organisatie van kijk, er mag een bijscholing gevolgd worden zonder dat te betalen, dat wordt heel erg gewaardeerd. Ik denk, het is toch wel erkenning en waardering die ook de kringverantwoordelijken, en ik ben daar ook enorm, want het hangt van hen af of een kring goed werkt. Hè. Dus in die zin is dat toch wel belangrijk. Dus het intranet is inderdaad via de website van de organisatie. Dank u wel, ik word hier al bijgetreden door de vroedvrouwen. Hoe zien wij de toekomst? We zien de toekomst voor ons. We gaan gewoon vooruit. Het versterken, zoeken naar financiën om die kringverantwoordelijken toch. We voorzien een 200 euro per jaar. Want het is bijvoorbeeld om een VZW op te richten, kost al 150 euro. Dus 200 euro per jaar geven we aan de kringen. En dat gaat dan vooral om een catering te betalen. Als zij lezingen geven, dan betalen wij wel de sprekers of de locatie. Dus op die manier proberen toch blijven motiveren. Het is ook een stuk relaties opbouwen. Vroedvrouwen maken één echt sterk netwerk daardoor. Dat maakt het toch ook wel binnen de kring op zich eigenlijk wel heel goed. Zaken kunnen uitgeklaard worden, casussen, intervisie. En we proberen ons toch binnen die samenleving in te nestelen door contacten met de kind en gezin in onze situatie, met de ziekenhuizen, dus al die externe partners. En dat gebeurt op regionaal vlak. Hè. We zien dat op bepaalde kringen zeer goed gebeurt, anders iets minder. Maar we zijn eigenlijk heel dankbaar voor al hetgeen dat onze kringen effectief ook doen. En mijn laatste slide. Het is continu zoeken naar wegen om het te verbeteren. En er is, dat is voor mij een van mijn lijfspreuken. Er is always room for improvement. Er is altijd ruimte voor verbetering. En we krijgen enorm veel prikkels vanuit de achterban. We luisteren heel goed naar onze vroedvrouwen. En op die manier zetten wij stap per stap om steeds weer... Ja, het gaat vooral over de zorg voor onze doelgroep, moeder-kind, om die continu te verbeteren. Dus dat is een beetje hoe dat wij werken. Lieke, jouw mute staat nog aan. Opnieuw. Mijn naam is Lieke Stouthart en ik ben lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Vlaanderen. En specifiek zet ik me in voor EDIT, het onderdeel wat zich bekommert om en inzet voor eerste lijns ergotherapie. Wij zijn begonnen onze kringwerking op te zetten met een ergosociale kaart. Tegelijkertijd met de eerste lijnshervormingen zijn we gaan zoeken wie waar werkt binnen de eerste lijn. En hebben daarvoor een overzicht per postcode en met vermelding van ieders expertise wie waar werkt binnen eerste lijns ergotherapie. We hebben dat gedaan door openbare kanalen af te spuren. De Kruidvatbank ondernemingen, de sociale kaart, zoek een ergotherapeut, maar ook oproepen via Facebook om dat Excel-sheet, die lijst zo volledig mogelijk te maken. Want van daaruit vertrekken wij eigenlijk met onze provinciale kringen. Wij hebben op dit moment 5 kringen en die worden aangestuurd door de commissie EDIT. Uniform, maar iedere kring werkt wel autonoom. Als eerste stap hebben we dan ook de provincies bevraagd naar hun noden en verwachtingen. Sommigen hadden al een lopende kring, anderen moesten nog van nul beginnen. En in iedere provincie hebben we 2 provinciaal afgevaardigden geëngageerd en zij vormen dan samen de commissie EDIT. De kringen worden in grote lijn centraal aangestuurd in vorm. En de intervisies verlopen zoals uitgelegd in de vorige webinar, volgens een bepaald principe. De inhoud van die intervisies is per provincie verschillend en wordt autonoom opgesteld. Dat wordt wel in overleg besproken.
iedere kring heeft zo'n 4 tot 6 samenkomsten per jaar. En de commissie met de afgevaardigden komt 2 keer per jaar samen om ervaringen uit te wisselen, strategie te bepalen en koers uit te zetten. Die provinciaal afgevaardigden zijn officieel aangesteld en vallen onder de koepel van Ergotherapie Vlaanderen. En hebben een coördinerende functie. Aan de ene kant zijn zij het aanspreekpunt voor de deelnemende collega's. En aan de andere kant overleggen ze met Edith over inhoud en rapporteren ze het verslag van de bijeenkomsten. Zo kan Edith ook steeds overzicht houden en heeft tenslotte de eindverantwoordelijkheid. Communicatie. Je mag al doorscrollen met de slides. Ik ben al bij de derde. Nog eentje. De communicatie die verloopt naast de nieuwsbrief, LinkedIn en de Facebookpagina van Ergotherapie Vlaanderen ook door iedere provincie zelf met een eigen uniforme Facebookpagina. Die zien er allemaal hetzelfde uit, maar die bereiken dus hun lokale ergotherapeuten. Dat wordt ook aangestuurd via de lijst, die sociale kaart die we hebben van alle ergotherapeuten per postcode. De deelnemers aan de intervisies zijn vaak vertrouwde gezichten. Meestal het fijnste aantal is tussen de 12 en de 15 personen. Zowel om de communicatie gemakkelijk te maken als de kwetsbaarheid rond de casus te beschermen. En als het aantal geïnteresseerden groeit, dan splitsen we de groep. Bij de deelnemende collega's wordt steeds GDPR-gewijs gevraagd of we per mailgroep mogen communiceren. En of ze mailadressen en telefoonnummers willen uitwisselen. Vooralsnog vragen wij geen financiële bijdrage om deel te nemen aan de kringwerking. Mag de volgende slide doen, Nathalie? Eerste lijn ergotherapie zit in een springplankfase. En onze eerste prioriteit is invulling te geven aan het win-win-principe. Een brede gedragenheid te creëren. De meerwaarde van kennis en ervaring delen, die verrijking van expertise en inzicht, zullen die kringwerken uiteindelijk bottom-up doen groeien. Ons uiteindelijke doel is die meerwaarde uit te drukken in lidmaatschap van Ergotherapie Vlaanderen en Edith. En ook om op het laatst in iedere eerste lijnszone een kring te kunnen verwezenlijken. Dat was het. Oké, dankjewel Lieke. Ik weet niet of Jaswanti aanwezig is, podologe. Nee. Dan gaan we nog eens kijken naar de chat of daar vragen zijn. En ik dacht wel dat Pierre gesteld had of die intranet via Teams werkt, Marlijne. Er kwam daar de reactie op dat dit via de website gaat. Van de verenigingen van de vroedvrouwen, maar misschien kan je toelichten welk soort programma daarachter zit, achter die intranet? Ja, we hebben daar uiteraard een ICT-bedrijf voor aangesproken, dat is iets dat we zelf niet kunnen. En we hebben eigenlijk een heel sterk intranet, waar eigenlijk gans dat kwaliteitskader ook in opgenomen is. En wat inderdaad alle werkgroepen, dus ook onze redactieraad, onze zelfstandige vroedvrouwen, onze kringen, kunnen daar eigenlijk hun verslagen in kwijt, zodat alle kringleden dat binnen hun account, in hun persoonlijk deel van de website kunnen nalezen. En dat heeft heel wat tijd gekost. We hebben daar toch wel, denk ik, een klein jaar mee bezig geweest, met verschillende mensen. Maar ik ben blij om Annelies te lezen dat dat zo goed functioneert. Want dat is de bedoeling. Iedereen moet dat wel leren kennen. Iedereen moet zijn eigen account wat bijhouden. Moet inderdaad ook die verslagen daarin opladen. Maar ik zeg het, het is gelanceerd sinds 5 mei. Dus nog vrij jong. Maar we zijn eigenlijk allemaal wel super enthousiast. En er is gisteren nog maar een vergadering geweest met het ICT-bedrijf. We zijn al volop aan het bijveilen en verscherpen en verbeteren. Want uiteraard moeten we luisteren naar de achterban en zijn we ondertussen al veranderingen aan het aanbrengen. Maar het werkt wel, ja. Oké, super. Er zijn geen vragen meer binnengekomen via de chat. Moesten er toch vragen zijn, dan kan die altijd via de secretariaten van de beroepsverenigingen doorgegeven worden naar de stuurgroep van dit project. Ik dank u zeer voor uw aandacht.